Goeiedag. Ja, deze foto laat eigenlijk wel heel mooi zien met de scheiding waar we vandaag mee te maken hadden. In het noorden over het algemeen veel bewolking. Meer naar het zuiden toe de bredere opklaringen. Al met al was het een hele vriendelijke lentedag met temperaturen die hoog opliepen. En morgen krijgen we nog zo'n dag. Dan begint overigens officieel de astronomische lente. En uh, ja, die temperaturen die daarbij horen, die zijn uitstekend morgen. Maar... Ook wel weer het verschil tussen Noord en Zuid. Vannacht bijvoorbeeld al kan er een spatje regen vallen in het noorden van het land. En ook morgenochtend is dat niet helemaal uitgesloten. Terwijl in het zuiden het droog blijft en er ook meer opklaringen zullen zijn. Morgen dus een prima lentedag. Donderdag eigenlijk ook nog wel. Zijn er ook mooie opklaringen. Maar de temperatuur gaat wel al iets lager uitkomen. En vanaf vrijdag ja, dan wordt het toch wel weer wisselvalliger. Als storingen dichterbij gaan komen. En we van tijd tot tijd ook te maken gaan krijgen met buien. En in het weekend zien we zelfs dat de temperatuur flink onderuit gaat. Ja, dan lijkt het eigenlijk helemaal niet meer op lente. Naar komende nacht temperaturen zo rond de 8 graden, over het algemeen veel bewolking. En in het noorden zien we dus dat er af en toe een spatje regen zou kunnen vallen. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden. In het zuiden wat meer opklaringen, en misschien dat daar ook nog wel een enkele misbank tot ontwikkeling gaat komen. Morgenmiddag nog steeds, toch wel een beetje die tweedeling met in het noorden kans op dat beetje regen. In het zuiden de hoogste temperaturen, lokaal 18 graden. En dat is bijzonder zacht voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak of matig. Kortom, het is heerlijk weer morgen om buiten te zijn. Nou, donderdag ook nog een prima dag, met dus iets lagere temperaturen. Kunnen we mooi zien hier, 12 tot 16 graden. En dan vanaf vrijdag, ja, dan moeten we rekening gaan houden met de buien. Temperaturen opnieuw zo rond 12 graden. In het zuiden zal het nog iets zachter zijn. en kijken we dan toch nog even naar het weekend. Nou, let eens op die temperaturen. De dubbele cijfers staan er niet eens meer in. We komen uit op een graad of 9. Wind is vaak uit het noordwesten, ook af en toe een stevige wind. Nachttemperaturen blijven nog wel boven het vriespunt. En het is dus wisselvallig. En ook maandag ziet het eruit dat we toch nog die lage temperaturen houden. En dat ook de buien in de verwachting blijven. Nog fijne dag.